Hey, dag iedereen. Mijn instellingen is mij al een tijdje lastig aan het vallen met één nieuw onderdeel. En daar gaan we vandaag eens naar kijken. Ik heb al even gespeakt en het gaat over jouw SOS-noodpersoon. Dus ik ga er naar kijken. Instellingen, een nieuw onderdeel. Ja, daar tik ik op. Instellingen. En dan lopen we even door. Zoek, zoekveld. Matthias Verminksel, Apple ID, iCloud, media en aankopen. Knop. Controleer instellingen voor SOS-notmelding. Eén update beschikbaar. Knop. Ja, dus die update die staat altijd onder het eerste item. Dus onder jouw eigen persoon en daaronder staat dan die update. Dan ga ik op tikken. Instellingen. Terugknop. En we gaan er eventjes door. SOS-notmelding. Koptekst. Bewegende afbeelding van knoppen op de iPhone die moeten worden gebruikt om de hulpdiensten te bellen. Afbeelding. Ja. Houd de zijknop en een van de volumeknoppen ingedrukt om een noodoproep te doen. In bepaalde regio's moet je mogelijk een hulpdienst opgeven om te bellen. Voor automatisch bellen is een simkaart vereist. Oké, okay, dus een volumeknop en een zijknop belt automatisch de hulpdiensten. Dat wist ik zelf ook niet, dus uh, dat is wel interessant. Bel met ingedrukt houden. Aan. Oké, okay, dat kan je ook uitzetten blijkbaar, maar ik ga het toch maar laten aanstaan. Als je de zijknop en volumeknoppen ingedrukt houdt, wordt de schuifknop SOS-notmelding weergegeven. Als je ze ingedrukt blijft houden, wordt er een aftelklok gestart en gaat er een alarm af. Na het aftellen belt de iPhone de hulpdiensten. Ja, je kan dat trouwens ook met je Apple Watch, maar... Nu moet ik even nadenken wat daar nu weer de shortcut voor is. Dat ben ik ook weer al vergeten. Bel met vijf maal drukken. Uit. Vijf maal drukken. Wanneer de zijknop vijf maal snel achter elkaar wordt ingedrukt, wordt er een aftelklok gestart en gaat er een alarm af. Na het aftellen belt de iPhone de hulpdiensten. Ah, ik denk dat dat bij Apple Watch is dat je daar ook drie keer of zo of vier keer op de zijkant moet drukken. Maar ik ga dit uit laten staan, want ja, ik gebruik drie keer die zijknop om voiceover over aan of uit. En als je dan per ongeluk een keertje of twee te veel tikt, ja, dan gaat hij de hulpdiensten bellen en ja, dat gaat waarschijnlijk niet helemaal goed komen. SOS-contactpersonen, koptekst. Oké, okay, hier is hij dus waarschijnlijk vooraan aan het zeuren. Moet het. Ah, oké, okay. daar staat dus toch al iemand ingevuld, mijn moeder. Wijzig contact voor noodgevallen. Knop. Nee, dat is niet nodig. SOS-contactpersonen voor SOS-notmelding kun je toevoegen en wijzigen in je medische idee in de gezondheid-app. Info over SOS-notmelding en privacy. Oké. Okay. Aftelgeluid. Aan. Ja, ik denk dat dat wel goed is. Laat een waarschuwingsgeluid horen terwijl SOS-notmelding aftelt tot het alarmnummer wordt gebeld. Oké, okay, dus nu ben ik wel een beetje nieuwsgierig waarom dat hier één update beschikbaar is. Want ik had al een contactpersoon opgegeven als mijn SOS noodpersoon. Maar oké, okay. instellingen, terugknop. Ik ga eens even terug en dan gaan we eens kijken of die update melding er nog altijd blijft staan. Instellingen, instellingen, koptekst. Zoek, zoekveld. Matthias Verminksel, Apple ID, iCloud, Media en aankopen, knop. Vliegtuigmodus, uit. Oh nee, dus nu is die verdwenen. Misschien dat Apple gewoon nog eens zeker wil zijn dat je daar af en toe naar kijkt. Is die nog wel up-to-date jouw informatie? En daarom dat die hier nu als ja, melding tevoorschijn komt? Dat is mijn theorie. Dus het is eigenlijk een hele korte aflevering. Dat is niet te veel werk voor mij. Dat is prima. Ik wil jullie toch bedanken om te luisteren. En tot de volgende keer maar weer. Dag.